Ieder bedrijf of instantie dat optische en geluidssignalen op zijn voertuigen voert, heeft een brancherichtlijn. In deze brancherichtlijn staat beschreven hoeveel harder een hulpverleningsvoertuig mag rijden boven de maximum geldende snelheid. Bij de brandweer is dat in dit geval 40 km per uur harder op de maximum geldende snelheid als het voertuig onder de 5000 kilo is. Als ons voertuig boven de 5000 kilo is, mogen wij 20 km per uur harder rijden boven de maximum geldende snelheid. Op een weg binnen de bebouwde kom, waar de maximum snelheid 50 km per uur is, mogen wij dus 70 km per uur met onze tankauto spuiten. Dit lijkt niet veel, maar in de praktijk is het nog best lastig om in druk verkeer deze snelheden te halen. Overigens wordt door de meldkamer bepaald wanneer wij met zwaailicht en sirene rijden. Dit noemen wij een prioriteit 1 melding. Een melding zonder spoed, een zogenaamde prioriteit 2 melding, kan altijd nog een prioriteit 1 melding worden wanneer de meldkamer dit nodig vindt. Zo kan het dus zomaar zijn dat jij een brandweerauto ziet rijden zonder spoed, die zomaar zijn zwaailicht en sirene aanzet,